Welkom terug na de pauze. En ik zit hier met Christy Tenbak. En ik kan me voorstellen dat jullie inmiddels toe zijn aan eten. Ik ben ook inmiddels wel toe aan eten. Maar jij hebt een heel lekker menu voor ons, hoorde ik. Met een amuse, een voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Voor mij is het lang geleden dat ik dat allemaal zo heb gehad. Ik heb altijd hele simpele maaltijden thuis. Vertel, hoe kom je er zo bij om een menu te hebben? Wat was je gedachte? Nou, precies dat wat je net zegt. Ik denk, ik zit rond etenstijd. Iedereen is druk bezig met koken of eten, met kinderen aan tafel. Misschien een oortje in om deze sessie nog te volgen. Dus ik denk, hoe hou ik het dan een beetje interessant? Ik denk, nou, ik begin gewoon lekker met een amuse. En daarin zal ik mezelf even voorstellen en met wie ik samenwerk. En dan een voorgerechtje over mijn onderzoek. En in het hoofdgerecht wil ik wat dieper ingaan op een stukje theoretisch kader. En als nagerecht wil ik nog een instrument laten zien wat mij enorm helpt in mijn onderzoek. En ik hoop dat ook mensen uit verschillende scholen in Nederland denken, interessant instrument. Dus vandaar dat ik dat een beetje zo bedacht had. Dat klinkt voor mij nu al super interessant. Het gaat vooral voor mij over inclusief onderwijs, ja. Als ik het goed heb begrepen. En mensen mogen ook vragen stellen, klopt hè? Absoluut. Na de presentatie is er een gelegenheid tot vragen stellen in de Q&A. En ik begreep dat dat via de chat kan, via de Q&A-knop of via Twitter. Ja, nog allebei. Dus, we nemen het allebei mee. De Q&A wordt gedaan door Hanna Belsma van de BAP. Dus die gaat de vraag stellen. Ja. En ik wens je vooral veel plezier en succes met je presentatie. Dank je wel. En jullie genieten van. En je mag dus ondertussen best eventjes rustig bordje op schoot. Lekker even eten. Als je ondertussen maar heel goed luistert. Yes? Goed, dan laat ik je hier achter. Dank je wel. Nou, best allemaal. Fijn dat jullie kijken. En ik wil ook allereerst beginnen met dat ik het een eer vind om hier een praatje te mogen houden. Ik ben vanaf het allereerste begin al een enthousiast bezoeker van ResearchEd. Nou ja, nu zit ik hier ineens als spreker. Dus dat is echt, daar ben ik heel erg blij mee. En wat ik al zei, ik heb het verhaal een beetje in een menu gegoten. Dus laten we beginnen met de amuse. En in die amuse wil ik jullie vertellen, ik ben dus Christy Tenbak. Ik ben ooit begonnen als in de jeugdhulpverlening. Specifiek met kinderen met autisme gewerkt altijd. En toen de overstap gemaakt naar het onderwijs. Fantastisch. Een aantal jaar voor de klas gestaan, groep 8 met name. Echt ontzettend leerzaam. Maar wat je daar ook leert is dat er toch kinderen zijn die je niet kan bieden wat je wil. Wat je vindt dat zij nodig hebben of wat je vindt wat zij verdienen. En toen kon ik uiteindelijk de overstap maken naar het speciaal onderwijs, naar M4. Als autisme-specialist kwam ik daar aan het werk. En mocht ik allerlei basisscholen bij langs om te helpen van, hoe kunnen we nou het onderwijs heel mooi inrichten voor, in dit geval met name leerlingen met autisme. En uiteindelijk ben ik onderwijsadviseur geworden bij REN4, om ook daar weer bezig te zijn met kwaliteitsverbetering en allemaal dat soort zaken. En vorig jaar ben ik begonnen als buitenpromovendus, ben ik verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En doe ik nu een onderzoek naar de integratie van SO en SBO. Daar ga ik u straks van alles over vertellen. Ik wil heel graag ook even van de gelegenheid gebruik maken om in de PowerPoint te laten zien met wie we allemaal samenwerken. Natuurlijk, wat ik al zei, de Rijksuniversiteit Groningen. En we werken ook samen met Saxion Hogeschool. En de 5 besturen waar mijn onderzoeksscholen aan verbonden zijn, die doen allemaal actief mee. Zowel op bestuurlijk niveau als in de praktijk. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En we worden ook mede gefinancierd door de NRO. Nou, na deze amuse wordt het tijd voor een voorgerecht. En in het voorgerecht wil ik jullie eerst kennis laten maken met Sarah. Sarah is een meisje van 5 jaar en ze heeft autisme. Ze zitten, als er plotseling iets verandert in de klas, en vooral als er veel prikkels mee gemoeid zijn en zo, dan kan Sarah zo ontzettend boos worden dat haar potloden door de klas gaan, dat ze gillend door de klas gaat lopen en dan vaak met haar handen tegen haar eigen oren en dan gaat ze heel hard gillen. En Sarah die zit op een school wat we voorheen noemden een cluster 4 school. Een school voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Als tweede wil ik jullie kennis laten maken met Joost. Joost is 4 en is geboren met een verstandelijke beperking. En het leren van Joost gaat heel langzaam.
Joost is angstig en vooral als er onvoorspelbare dingen gebeuren. En wat hij dan kan doen is gaan zitten wiegen op zijn stoel en het is heel moeilijk contact met hem te krijgen. En Joost zit in een klas die we vroeger ZML-klassen noemden. Een klas voor zeer moeilijk lerende kinderen. En dan hebben we ook nog Kevin. Kevin is 7 en heeft ADHD, dyslexie. En door zijn impulsiviteit en leerproblemen kon hij niet meer meekomen op zijn reguliere basisschool. Als Kevin de leerstof niet meer begrijpt of hij denkt dat het een beetje dat het te moeilijk voor hem wordt, dan gaat hij heel hard door de klas roepen en dan maakt hij grappen. En de hele klas moet dan lachen. Maar goed, dat werkt heel storend. En voor Kevin zelf is dat ook niet fijn. En Kevin is verwezen naar school voor speciaal basisonderwijs. Nou, deze 3 leerlingen hebben alle 3 heel verschillende ondersteuningsbehoeften. En ze krijgen op de reguliere basisschool kon daar niet goed genoeg een antwoord op gegeven worden. En alle 3 hebben zijn plekje gekregen op een school voor een type speciaal onderwijs. En wat wij ons in ons onderzoek afvragen is, wat gebeurt er nou als je deze kinderen samen in een klas laat zitten? En zo kijken we natuurlijk ook naar de leraren. Bijvoorbeeld juf Ellen. Die werkt op die school waar Sarah op zit. He, een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek, psychiatrische stoornissen. Ze heeft ontzettend veel kennis van verschillende problematieken. En ze weet ook dat iedere leerling een eigen aanpak vraagt. Juf Ellen heeft een enorme rugzak vol met de-escalerende interventies. Ze weet ook dat iedere leerling elke dag een nieuwe kans verdient. En ze weet heel goed dat het gedrag van haar leerlingen een vraag is om ondersteuning en niet een persoonlijke aanval op haarzelf. Juf Saskia, die werkt op een school voor speciaal basisonderwijs. Een school van Kevin. Zij heeft zich gespecialiseerd in leerproblemen en weet dus geen ander aan te sluiten op het niveau van iedere leerling. Ze heeft een heel breed palet aan verlengde instructietechnieken. Ze kan heel flexibel omgaan met differentiatie. En is er een meester in om in de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen te blijven. En tenslotte hebben we meester Bart, die werkt op een ZML-school. Hij heeft ontzettend veel geduld en kan als geen ander leerstof opdelen in kleine stapjes. En hij weet ook leerstof heel goed in een context te plaatsen die voor leerling heel zinvol is. En wat zijn supertalent is, is het inzetten van concreet materiaal, visualisatie. Hij heeft een uitgebalanceerd rooster van actieve en ontspanningsmomenten, zodat zijn leerlingen alle prikkels goed kunnen verwerken. Ook deze leraren zijn alle 3 heel verschillend en hebben verschillende expertise en verschillende kennis in hun rugzak zitten. En ook ten aanzien van die leraren vragen we in ons onderzoek ons af, wat gebeurt er nou als je deze leraren bij elkaar in een school, in een klas, laat samenwerken? Wat vraagt dat dan, dat samenwerken, dat samen in een groep geplaatst worden als leerling en dat samenwerken als collega's vanuit verschillende expertisekanten? Wat vraagt dat van leraren, wat vraagt dat van ondersteuners, wat vraagt dat van leerlingen, wat vraagt dat van ouders? Maar ook wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in het proces om toe te werken naar die gemengde groepen? Dat is wat we in ons onderzoek proberen in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Nou, dit onderzoek is ontstaan vanuit de beleidsregel vanuit het ministerie. En sinds de invoering van passend onderwijs zijn heel veel scholen bezig met het intensiveren van hun samenwerking. En dat zag je ook ontstaan binnen SO's en SBO's. Maar in Nederland hebben we het systeem van verschillende financieringstromen, verschillende wetgeving. Dus eigenlijk mag je verschillende schooltypes niet met elkaar mengen, terwijl je dat misschien inhoudelijk wel zou willen. Nou, in 2018 heeft het ministerie toen een beleidsregel afgekondigd, waarin dit wel mogelijk is. En inmiddels, sinds afgelopen jaar, is die beleidsregel ook weer aangepast, dat je er nog wat langer mee bezig mag zijn. Nou, in 2018 zijn 5 besturen geweest die zich hebben aangemeld. Je ziet ze op het kaartje aangegeven, verdeeld over heel Nederland. En deze 5 besturen doen met het aanmelden bij de beleidsregel, doen ze ook automatisch mee aan beleidsonderzoek. Daar vertel ik later nog ietsje meer over.
Maar deze 5 besturen zeiden ook van, goh, wij willen niet alleen het beleidsonderzoek, maar wij willen ook een praktijkonderzoek. Dus gericht op wat doet dat met leraren, leerlingen en ouders. Nou, vandaar dat we dit onderzoek zijn gestart. En we kijken eigenlijk in ons onderzoek naar 4 actoren. De eerste is natuurlijk de leerlingen. Voelen zij zich fijn in zo'n gemengde groep? Hoe is het met hun zelfbeeld? Voelen zij zich ook geaccepteerd in hun klas? En hoe vinden zij het klassenklimaat? Is dat een beetje prettig? Kun je daar een beetje oké leren? En uiteraard kijken we ook van, ja, leren deze leerlingen ook nog steeds, ook als ze gemengd bij elkaar in de klas zitten? En we kijken dan naar taal en rekenen. We kijken als tweede actor ook naar de leraar en de ondersteuner. Veel van de klassen die deelnemen hebben ook ondersteuners in de klas. En omdat daar nog maar weinig internationaal onderzoek naar gedaan is, willen we die heel graag meenemen in ons onderzoek. En we kijken dan bijvoorbeeld naar hun fase van betrokkenheid. Want het blijkt heel belangrijk te zijn als jij een innovatie in wil in het onderwijs. Heb je mensen nodig die daarvoor positief in de wedstrijd staan. Dus daar kijken we naar. Maar we kijken ook naar hun kennis. Van hoeveel specialistische kennis is er? Hoeveel generieke kennis is er? Hoe zit dat? We kijken naar hun houding ten opzichte van het mengen van klassen. En we kijken naar hun self-efficacy. Naar hun gevoel van competentie in het lesgeven aan die verschillende type leerlingen. Als derde actor kijken we naar de school als gemeenschap. Innoveren doe je niet in je eentje in de klas, maar doe je echt als school. Daarin kijken we naar de tevredenheid van ouders. We kijken naar de samenwerking met partners. We kijken naar de ondersteuning en samenwerking binnen de school. We kijken ook naar de professionele leernetwerken binnen de school. We kijken hoe staat de schoolleider er allemaal tegenover. En we kijken ook naar de groepsamenstelling. Naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Hoe ziet dat eruit? Hoe gedifferentieerd is dat? En hoe kun je dan als leraar daar mee omgaan? Nou, en tenslotte kijken we naar de innovatieinhoud. En met innovatieinhoud bedoelen we eigenlijk de kennis die een verandering oplevert. We zeggen van iedere verandering levert nieuwe kennis op. Nou, en in dit onderzoek kijken we dan naar van, goh, dat mengen van die groepen. Vraagt dat ook nog andere vormen van instructie? Specifieke randvoorwaarden? Moet je speciale dingen doen in de inrichting van je klaslokaal? Of gebruik je middelen en materialen misschien anders of niet? Nou, al deze dingen willen we onderzoeken in onze onderzoeksscholen. Door observaties, door vragenlijsten, door interviews, door gesprekken met de leerlingen. Naast onze gemengde groepen werken we ook met vergelijkingsgroepen. Om te kijken van, goh, hoe gaat dat dan in niet gemengde groepen? En zit daar verschil tussen of juist overeenkomsten of wat dan ook? Maar goed, helaas bracht ook in dit onderzoek de hele coronacrisis gooide wel wat roet in het eten. Dus we hebben afgelopen jaar niet alles kunnen doen. Toch wil ik jullie even meenemen in een paar kleine bevindingen die we hebben kunnen vinden vanuit deelonderzoeken die we wel hebben kunnen doen. We hebben interviews kunnen afnemen bij leraren en ondersteuners. En we hebben de leerlingprofielen kunnen maken. Nou, wat daaruit bleek was dat leraren neutraal tot positief staan ten opzichte van geïntegreerd onderwijs. Dat is mooi. Zeker omdat we weten vanuit onderzoek dat ten opzichte van inclusie niet altijd de meningen, de attitudes even positief zijn. Dus in die zin hebben we daar wel een mooi punt te pakken. Nou, wat we hebben gezien is dat volgens leraren het voordeel van het mengen van groepen is, wat zij zien in hun dagelijkse praktijk, is dat leerlingen zich aan elkaar kunnen optrekken en van elkaar leren. Dat is echt een voordeel wat leraren zelf benoemen. Nou, leraren voelen zich over het algemeen voldoende competent om les te geven. Maar wat leraren moeilijk vinden is om tegemoet te komen aan die enorme verschillen in ondersteuningsbehoeften. Ze zien het echter wel als een uitdaging. Nou, en daar willen we ook in het vervolg wel dieper op ingaan. Van wat is er dan precies moeilijker? En is er ook nog een bepaalde ondersteuningsbehoefte die ingewikkelder is om aan tegemoet te komen dan anderen? Nou, en wat we zagen uit de
leerlingprofielen die we gemaakt hebben, is dat jongens een hogere ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling hebben dan meisjes. Over dat laatste, dat leerlingprofiel, ga ik jullie in het nagerecht nog wat meer vertellen. Nou, dit was het voorgerecht. Ik hoop dat het een beetje gesmaakt heeft. In het hoofdgerecht wil ik iets dieper ingaan op een theoretisch kader wat we gebruiken, waarvan ik denk dat het echt wel helpend kan zijn voor alle scholen die iets willen doen in de richting van inclusiever onderwijs. Ieder onderzoek werkt eigenlijk vanuit een theoretisch kader, dat geeft richting. En wij werken met twee theoretische kaders, maar dan wordt het wel een heel zwaar hoofdgerecht. Dus ik denk, ik kies er eentje uit om op dit moment te bespreken. En wellicht kunnen we in een andere, op een andere gelegenheid nog eens op de andere ingaan. Ik wil jullie vandaag meenemen in het theoretisch kader van die Index for Inclusion. En waarom? Dat is omdat wij ons onderzoek zien we eigenlijk als een stap in de hele ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Ik heb even hier op de dia geschetst van goh, dat toewerken naar inclusie. Hoe begint dat dan? Het begint met exclusie. Dan zitten Sarah, Joost en Kevin eigenlijk niet eens op school. Dan zitten ze op een heel mooie plek ergens in een bos en dan mogen ze lekker hun eigen ding doen. En hebben geen contact met de samenleving. Nou, in een gesegregeerde samenleving zit iedereen op zijn eigen speciale school. Bij integratie zie je dat Sarah, Joost en Kevin geïntegreerd zitten in een school. Hè? Bijvoorbeeld in VO-scholen zie je op dit moment wel veel van die symbioseklassen. Of maatwerkklassen of satellietklassen of hoe ze maar genoemd worden. Dat is een speciale klas binnen een regulier VO bijvoorbeeld. Dat is een vorm van integratie. En bij inclusie, dan zijn leerlingen met een specifiek ondersteuningsbehoefte zijn helemaal opgenomen in eigenlijk de samenleving wat dan die school is. Nou, en de Index for Inclusion is geschreven door Thomas Boots en Mel Ensko. En zij hebben ook een mooie uitspraak die ik je zo wil laten zien. En ons onderzoek zit hem vooral op het snijvlak van segregatie naar integratie toe. Zij zeggen dan van inclusief onderwijs, starten met inclusief onderwijs is eigenlijk, dat begint bij het erkennen van verschillen tussen leerlingen. En dat vind ik altijd een hele mooie inspiratiebron om eronder te hebben. Die Index for Inclusion, dat is een hulpmiddel. Een hulpmiddel voor scholen die toewerken naar inclusiever onderwijs. Er staan drie dimensies centraal. Cultuur, beleid en praktijk. En ik heb ook het linkje naar het instituut wat het boekwerk geschreven heeft, opgenomen in de PowerPoint. Dus als jullie de PowerPoint na kunnen kijken, dan kun je daarop klikken. En anders kun je me altijd een mailtje sturen als je het wil hebben. Dan stuur ik het je op. Als we kijken naar de index creëren van een inclusieve cultuur, dan gaat het over het ontwikkelen van gezamenlijke inclusieve waarden. En het gaat over het creëren van een veilige, samenwerkende gemeenschap waarin iedereen gewaardeerd wordt, ongeacht de extra ondersteuningsbehoeften die je hebt. In de Index for Inclusion hebben ze niet alleen het modelletje gezet, maar laten ze ook wat indicatoren zien waar je dan op kan letten. Dus je kunt het ook als een soort vinklijstje gebruiken van waar staan we? En daarmee kun je gewoon hartstikke mooi in gesprek met elkaar. Bijvoorbeeld van de leraren werken met elkaar samen. Nou, dat biedt al hartstikke veel mooie ingang voor gesprek in je team. Van goh, hoe werken we dan samen rondom deze leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften? Dus dan kijk naar de volgende dimensie, ontwikkelen van inclusief beleid. Dan gaat het over wat ze dan noemen in hun tekst het ontwikkelen van een school voor iedereen. Het gaat om beleid dat diversiteit binnen de school organiseert en ondersteunt. Nou, ook daarbij hebben ze weer een setje met indicatoren. Tenslotte wil je natuurlijk dat die cultuur en dat beleid, dat je dat in de eerste plaats gewoon terugvindt in die klas. En daarom is de basis van het model het ontwikkelen van een inclusieve praktijk. Hier gaat het om het organiseren van het leren en het ontwikkelen van de leerling. En ook het realiseren van de nodige ondersteuning.
Dus ook daarbij zijn weer indicatoren geformuleerd. Waaronder ook gewoon heel simpel dat een leraar planmatig les geeft. Dus het is niet allemaal heel erg nieuw en heel erg gericht op van nou, al die leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften moeten nou in die reguliere klas. Nee, het is heel sec van ook van wat is goed lesgeven. Naast dat zij een denkmodel hebben opgeschreven en indicatoren hebben omschreven, bieden zij ook een procesbeschrijving. Van als je wilt toewerken naar inclusiever onderwijs, is dat absoluut niet iets van vandaag op morgen. Dat is iets voor je hele schoolgemeenschap, team, ouders, schoolleiders, leerlingen, iedereen is daarbij betrokken. En in feite, als je je verdiept in dit stuk, dan zijn die processtappen niks meer of minder dan gewoon het ouderwetse PDCA-model wat we allemaal kennen. En zij leggen er ook de nadruk op dat je begint met echt eerst goed de materie eens door te nemen. Wat betekent nu dit denkkader? Hoe ziet het plaatje van onze school er dan uit? Eigenlijk een stukje onderzoek van je eigen school. En van daaruit begin je met prioriteiten stellen. En die prioriteiten, daar ga je een ontwikkelplan of een plan van aanpak of hoe je het maar wil noemen, ga je dan omschrijven en dan kun je daarmee aan de slag. En tijdens en na die implementatie is natuurlijk evaluatie heel belangrijk en weer onderzoeken wat die resultaten dan zijn. En vervolgens begin je weer te plannen. Nou, en zo heb je een mooie PDCA-cirkel. Die scholen die ik noemde aan het begin, die de beleidsmaatregel hebben of die de beleidsregel hebben toegekend gekregen, die hebben daarmee ook gezegd van nou, wij doen mee een beleidsonderzoek. Dat beleidsonderzoek wordt uitgevoerd door Anke de Boer van de Rijksuniversiteit Groningen. En zij houdt interviews met directie, intern begeleiders, gedragsdeskundigen van de school. Nou, en ook zij gebruikt deze Index for Inclusion, dat cultuur, beleid en praktijk, als basis van het onderzoek. En dat onderzoek heeft inmiddels ook de eerste rapportage opgeleverd, waarin belemmerende en bevorderende factoren worden omschreven van de initiatieven die zijn onderzocht. Die rapportage kun je downloaden via de Rijksuniversiteit Groningen of via de kennisrotonde van het NRO. Nou, mocht je het helemaal niet kunnen vinden, ook daarvoor stuur mij een mailtje en dan stuur ik het je op. Nou, en ondanks dat we weten dat die drie dimensies niet helemaal los van elkaar te zien zijn, of eigenlijk niet los van elkaar te zien zijn, is het wel goed om te weten dat zeg maar, ons onderzoek, dus het praktijkgedeelte van het onderzoek, waarin we op zoek gaan naar hoe het dan is voor leraren, ondersteuners, ouders en leerlingen, dat ligt de focus echt op die praktijkkant van het model, zoals je op de dia kan zien. Nou, bij het nagerecht, dit was het hoofdgerecht, en dan gaan we nu over naar het nagerecht. En daar wil ik u heel graag kennis laten maken met het doelgroepenmodel. Dit instrument gebruiken wij in ons onderzoek en daarmee maken we profielen van de leerlingen. En ik denk, heel veel scholen in speciaal onderwijs kennen dit model. Ik heb gemerkt dat in het regulier onderwijs dat het nog niet zo bekend is. Maar ik denk toch dat het ook voor het regulier onderwijs, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, dat het echt een heel helpend instrument kan zijn om die ondersteuningsbehoeften nou eens goed te verwoorden, goed te onderbouwen en ook goed in kaart te brengen. Dat je wat af kan van dat onderbuikgevoel wat we soms hebben als we praten over specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat erom bij dat doelgroepenmodel, is dat we leerlingen in beeld brengen. Als je nu bijvoorbeeld kijkt, dat de inspectie nog steeds IQ als basisuitgangspunt neemt om te kijken of de uitstroombestemming van de leerling passend is, weten we natuurlijk al lang dat IQ helemaal niet alles zegt. Dat soms leerlingen met een hoog IQ op een andere plek uitkomen dan wat je zou verwachten op basis van hun IQ, juist door die ondersteuningsbehoeften. Nou, daarom heeft ook de LEXO, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, heeft samen met het veld dit model ontwikkeld. En het model helpt je om te kijken van, goh, hoe ziet deze leerling er eigenlijk uit in zijn geheel?
En wat zou dan de beste route zijn om zoveel mogelijk uit deze leerling te halen? Ja, want die hoge verwachtingen, die zijn natuurlijk wel nodig. Nou, wat je nu ziet op de slide, dat is de basisschoolleeftijdversie van het landelijk doelgroepenmodel. De primair onderwijsversie. Er is ook een versie voor het voortgezet onderwijs. Die kun je vinden op de website van de Lexo. En hij is eigenlijk een beetje verdeeld in twee helften. De bovenste helft bestaat uit wat hardere cijfers. IQ, sociaal-emotionele ontwikkeling, didactische ontwikkeling. En de onderste helft zoomen echt in op die ondersteuningsbehoeften van leerlingen. En dat doelgroepenmodel, dat is niet een of andere wetmatigheid of zo. Iedereen die in het onderwijs werkt, die weet allang dat een leerling niet netjes in één kolom uit zal komen. Want het zijn allemaal mensen. Dus we kunnen daar, je kunt al zeggen van nou, dat geeft waarschijnlijk een gedifferentieerd beeld. Nou, en bijvoorbeeld Sarah heb ik hier even in de matrix gezet. Sarah zou er zo uit kunnen zien, want zij heeft een IQ van 110. Nou, dat zie je in het bovenste regeltje. Dan zit ze in kolommetje 6. Maar sociaal-emotionele ontwikkeling lijkt wat achter te lopen. Dus daar is ze wat jonger. Zij leert op een concrete manier, dichtbij, in tijd, ruimte, gericht op de eigen emotionele beleving. En dan zie je eigenlijk dat haar didactisch niveau eigenlijk een regulier niveau heeft. Dat past ook bij haar IQ van 110. En dan zien we bij de ondersteuningsbehoeften dat enorm wisselt. Medisch en fysiek is er niks aan de hand. Dus Sarah is pas 5, dus af en toe even een lastige knoop. Ja, daar zal ze wat hulp bij nodig hebben, maar voor de rest redt ze zich prima. Maar als we kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, daar heeft ze veel meer ondersteuning bij nodig. Dus die staat op voortdurend. En met name is haar leren en ontwikkeling, haar leren-leren houding, daar zitten echt haar grote vragen. Dus daar is de ondersteuningsbehoefte intensief. En op het gebied van communicatie, ze is verbaal wel heel snel, heel, heel sterk. Maar op het moment dat zij in contact gaat met andere kinderen, dan weet ze niet zo goed hoe ze moet zeggen als ze iets niet leuk vindt. En dan gaat ze bijvoorbeeld andere kinderen slaan. Dus daar zien we dat de ondersteuningsbehoefte zeer intensief is. Daar moet een leraar echt bij zijn en het samen met haar oefenen. Nou, en zo kun je dus van iedere leerling een beeld creëren van, goh, wat heeft deze leerling nodig? Nou ja, en dan zal je denken van, intensief, regelmatig, op afroep, dat zijn toch hele subjectieve termen. Wat ik intensief vind, is voor jou misschien wel voortdurend of regelmatig of wat dan ook. Nou, dat hebben ze gelukkig opgelost bij de Lexo door kijkwijzers te maken. Nou, ik heb gewoon een voorbeeldje erin gezet. Die vind je allemaal op de website. Kun je zo gratis downloaden. En met die kijkwijzers kun je dus in gesprek met elkaar, met de ouders, met de leerlingen, over van, wat heeft deze leerling nodig? En dan kun je komen tot een eenduidige benoeming van die ondersteuningsbehoefte. Nou, wat doen wij nou in ons onderzoek met dit instrument? Daar maken we leerlingprofielen van. En als er genoeg leerlingen uit een klas meedoen, kunnen we daar zelfs een groepsprofiel van maken. En daar heb ik een voorbeeldje van meegenomen. Dit is een willekeurige groep. En die groep, daar zul je ook zien dat bijvoorbeeld het didactisch niveau, dat zijn derde en vierde groene balkjes, dat verschilt nogal van het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Dus daar zul je als leraar rekening mee moeten houden. Maar ook als je kijkt naar de ondersteuningsbehoeften, is dat deze groep heeft echt wel veel ondersteuningsbehoeften op het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau, het tweede balkje. Aan de andere kant zie je dat op medisch vlak in deze klas niet zo heel veel werk is voor de leraar. Maar je ziet wel dat op het gebied van communicatie bijvoorbeeld er veel ondersteuning nodig is. Dus dat vraagt wel het een en ander van de leraar en ook van je lesvoorbereiding. Je kan je voorstellen dat een klas waar een hoge ondersteuningsbehoefte ligt op het gebied van dat leren, die moeilijk bijvoorbeeld zelfstandig kunnen werken, ja, dan kun je niet in allerlei niveaugroepjes werken waarbij de rest van de klas maar even zelfstandig moet werken. Dus dan zul je dat anders aan moeten pakken. Nou, zo gebruiken wij dit instrument in ons onderzoek. En
ja, dat wilde ik jullie eigenlijk wel graag even laten zien in deze korte tijd die we hebben. Ik ben daarmee ook aan het eind van mijn verhaal gekomen. En hartelijk bedankt voor uw aandacht. En ik hoop jullie vragen te zien straks bij de Q&A. Goedenavond, Christy. Hi, Hanna. Ja, daar ben ik. Nou, wat een verhaal zeg. Wat een mooi onderzoek doe jij. Ja. En wat ik vooral mooi vond om aan het begin te merken, is dat jij komt rechtstreeks uit de praktijk. Ja. Voor de klas gestaan, echt met de voeten in de klei gestaan. En nu werk je als onderzoeker. En alles merk ik dat zowel voor jouw werk als onderzoeker, maar ook voor jouw collega's in de praktijk, volgens mij van toegevoegde waarde is. Dat je die beide werelden kent in dat onderzoek en onderwijs. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik merk... Ik merk dat die overstap, dat is leren en oefenen. Want het zijn toch echt wel twee verschillende werelden. Wat ik heel mooi vind is dat je, omdat je veel in de scholen bent geweest, je een beetje weet hoe het daar gaat. Dus dat je ook weet dat als je bijvoorbeeld komt voor een observatie, dat het altijd een beetje anders kan lopen. En dat eigenlijk, ja, dat is gewoon zo. Nou ja, dan doe je het daarmee. En ik merk dat contact dan ook heel makkelijk loopt. En aan de andere kant kun je ook weer vanuit onderzoek weer mensen vertellen van, joh, ja, als je bepaalde keuzes maakt, is het ook goed om daar onderzoek bij te gebruiken. Want op het moment dat jij insteekt vanuit, evidence-informed, bezig gaat met je kwaliteitsverbetering, mm-hmm. Weet je ook al, of dan kun je makkelijker gaan inschatten van, oké, wat gaat deze verandering opleveren? Ja. En als je onderzoek ook toelaat in je school, dat je daarmee ook verder komt zonder dat jij alles zelf hoeft uit te zoeken. Ja. Want ja, daar kunnen wij als onderzoekers dus bij helpen. Precies, ja. Mooi. Mooi dat je die koppeling daarin ook heel mooi kunt leggen. En natuurlijk van toegevoegde waarde voor zowel jij als onderzoeker als voor de praktijk. Ja. Inderdaad. Ja. Even over de inhoud van jouw onderzoek en over het verhaal dat je verteld hebt. Ik werk zelf ook als leerkracht in het basisonderwijs, dan regulier basisonderwijs. En aan het begin vertelde je over die drie leerlingen, Sarah, Kevin en Joost. Die alle drie enorm verschillend zijn. Mm-hmm. En dan moet er gekozen worden voor een school. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat die samenwerking niet weg te denken is. Maar jij zegt echt, dat is er niet. Hè? De samenwerking en ook vooral het beslissen van waar past zo'n leerling dan het best thuis. Hoe gaat zo'n proces van het aanmelden van een kind en het beslissen op wat voor type school die hoort op dit moment? Ja, dat is een hele lastige vraag. Een hele goede vraag, maar ook een hele lastige. Want eigenlijk verschilt dat ook best wel hoe dat gaat. Want scholen zijn daarin ook ieder in hun eigen proces bezig. Sommige scholen kunnen een leerling als Joost prima in hun eigen school bedienen. Dan past dat goed binnen hun ondersteuning, dus dan kan die daar blijven. Wanneer dat niet kan, bijvoorbeeld het gedrag van Sarah is zo ingewikkeld, daar heb je zulke specifieke expertise nodig, die heb je als basisschool misschien niet in huis. Dan gaat natuurlijk de school in gesprek met de ouders. Van, goh, wat zou een goede plek zijn voor Sarah? En dan wordt daarover gesproken via het samenwerkingsverband. En dan wordt er uiteindelijk besloten van, goh, we gaan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor speciaal onderwijs. Nou, op heel veel plekken wordt daar ook al het doelgroepenmodel voor gebruikt. Mm-hmm. Om te kijken van, goh, hoe zitten dan die ondersteuningsbehoeften? En is dat specifiek genoeg voor bijvoorbeeld een, wat we voorheen noemden, SO Cluster 4 school of een ZML school. Of of een kind met taalontwikkelingsstoornis voor een school wat we Cluster 2 noemden. En dan kan zo'n kind geplaatst worden. Maar wat je nu ziet is dat die ontwikkeling richting dat inclusiever onderwijs, zouden we veel liever die expertises willen delen. Ja. Zeker. En dit is even mijn persoonlijke visie, zeker bij jonge kinderen. Denk ik, goh, hoe mooi zou het zijn als we expertise zo kunnen bundelen, dat met name, ja, eigenlijk alle kinderen, maar vooral jonge kinderen, niet drie kwartier in een taxibusje hoeven naar een school, maar gewoon in hun eigen buurt.
Vertrouwd door papa en mama zelf op de fiets gebracht kunnen worden. Nou, en dat we dat op die manier kunnen doen. Nou ja, en deze samenvoeging van SO en SBO, denk ik, nou, dat is daar ook weer een mooi stapje naartoe. Terwijl ik me toch ook kan voorstellen, je had het over die attitudes van leerkrachten, van actoren in jouw onderzoek, die best wel positief was. Ja. Terwijl ik me toch ook kan voorstellen, als je als SBO-school ineens geconfronteerd wordt met een leerling uit het SO, die vaak hele andere behoeftes heeft, hè, waar vaak leerkrachten de competenties niet voor hebben of de kennis niet over hebben, dat ze zeggen van, ja, maar dat kind gaan wij niet aannemen. Hoe gewenst is die samenwerking eigenlijk echt daadwerkelijk in de praktijk? Ja, dat is ook een hele mooie en ook een hele interessante. Want dat wordt dus bijvoorbeeld uitgevraagd in dat beleidsonderzoek. Van waarom zijn jullie gestart met deze samenwerking? Is dan ook een van de vragen. En dan zie je eigenlijk twee verschillende stromen, zeg maar. Sommige samenwerkingen zijn heel pragmatisch gestart. In de ene type onderwijs ruimtegebrek en de andere had ruimte over in het gebouw. Ja. En dan zegt de gemeente, nou weet je wat, jullie gaan met minder kinderen in dat gebouw erbij. Ja, dan zit je ineens bij elkaar in huis. Ja. Ja. Dus ja, dat is geen garantie voor samenwerking. Dat is geen garantie voor samenwerking. Maar in sommige gevallen zeggen dan mensen van, nou, dan gaan we ook eens kijken wat we van elkaar kunnen leren. Er zijn ook voorbeelden van samenwerking die het echt op basis van visie hebben gedaan. Van wij willen graag dat leerlingen zonder schotten tussen verschillende schooltypes hun specifieke ondersteuningsbehoeften, dat we daarin tegemoet komen. En dat we dus gebruik gaan maken van de kennis die er is vanuit het SO en het SBO, dat we die bundelen en dat we op die manier, ongeacht jouw labeltje, gaan kijken van, hey, hoe kunnen wij nou het beste jouw onderwijs bieden? Ja, die zijn er ook. Ja, mooi. Die gezamenlijke visie, dat helpt. Dat is wel echt een bevorderende factor. Ja, snap ik. Ja, dat is een enorm interessant onderwerp. Gezien de tijd ga ik toch nog even door naar de volgende vraag. Wat je hebt gemeten, die attitude. Je zegt, ik heb ook competenties gemeten. Maar je hebt eigenlijk de leraarpercepties van hun eigen competenties gemeten. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er andere manieren zijn om vaardigheden van leerkrachten in de klas te meten. Welke manieren denk je, zeg van, goh, dat zou nog interessant kunnen zijn om mee te nemen in het onderzoek, waarbij je niet de eigen perceptie van leerkrachten op hun competentie meet, maar een andere manier? Ja, hele goede vraag, want dat was helaas in de periode dat we allemaal verplicht thuis zaten, ook de scholen dicht waren, wilden we ook starten met observaties in de klas. Ja. Om dus, want de competentie hebben we uitgevraagd in interviews, en dan wilden we graag in de klas kijken van, oké, wat jij nu verteld hebt, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Wat zie ik jou doen? Docenten overschatten zichzelf vaak ook, hè, in het beantwoorden van zo'n vraag. Nou ja, en als je het niet kan zien, want misschien hebben ze ook wel dingen vergeten te vertellen. En dan denk ik van, goh, we willen gewoon heel graag in die klas kijken van, wat doe jij nou precies in deze gemengde klasse? Maar goed, dat ging helaas niet door. We hebben wel een instrument daarvoor ontwikkeld, welke we ook gepilot hebben op een school. Om te kijken gewoon of het instrument werkt en of dat ook daadwerkelijk meet wat het zou moeten meten. En we hopen dat we in de periode januari tot april, dat we dan wel in de klas terecht kunnen om gewoon te kijken van, hey, wat doen jullie nou gewoon? Ja. Daar zijn we wel mee bezig. Ja, ja. Oh, nou, daar kan ik ook nog wel heel veel vragen over stellen. Want dat vind ik ontzettend interessant hoe je die leerkrachtvaardigheden goed kunt meten. Ja. Maar om de laatste vraag nog te stellen, ga ik even naar je toetje. Laten we daarmee mee eindigen. Dat ging over dat doelgroepenmodel. Mm-hmm. Als leraar PO in het primair onderwijs ken ik dat inderdaad niet. Ik heb er wel van gehoord. Dus ook net in jouw lezing natuurlijk, maar eerder ook al. En jij zei ook al van, het zou heel interessant zijn voor het primair onderwijs en het voortzetonderwijs, om dat ook een soortgelijk model te hanteren om te beslissen van, waar plaats ik nou mijn leerlingen en wat neem ik daar allemaal in mee in die beslissing? Hoe zie je dat voor je om dat op een goede manier te kunnen implementeren in het primair voortzetonderwijs? Ja, zelf denk ik dat je aan het model op zich niet eens zo heel veel hoeft te veranderen. Want dat gaat niet over labels, dat gaat echt over kinderen, over leerlingen. En dan maakt het niet uit op wat voor soort school je zit.
Wat ik denk dat heel mooi zou zijn, en zo zie ik ook dat het binnen de speciaal onderwijsscholen nu steeds meer in gang raakt, is dat je op het moment dat jij in het primair onderwijs, in jouw klas, kom jij een leerling tegen, dat je denkt van, oh jeetje, die vraagt meer van mij dan ik in mijn basisaanbod heb. Ja. Heel vaak hoor je dan uitspraken als, hij is druk, ik moet hem steeds bij de les trekken, of hij is niet gemotiveerd om te werken. En dat zijn allemaal een beetje subjectieve onderbuikgevoel uitspraken. En daar is niks mis mee, want zo ervaar je als leraar soms een leerling. Wat ik mooi zou vinden is als je dan bijvoorbeeld met je intern begeleider of met een collega die een master gedrag heeft gedaan of wat dan ook. Hè, of als het gaat over leerproblemen, een collega die een master rondom leerproblemen heeft gedaan of zo. Dat je samen om tafel kan gaan zitten en ook de ouders daarbij uitnodigt. En als het kind dat kan, misschien zelfs de leerling zelf wel. Gaat kijken van, goh, wat heb jij eigenlijk van ons nodig? Gewoon heel objectief. Van als we nou kijken naar die kijkwijzer, wat heb jij dan nodig van ons? En als je dan zo'n profiel inkleurt, eigenlijk letterlijk, ja. Dat je dan met elkaar kan zeggen van, oké, als jij dit nu nodig hebt, kan ik dat als leraar? Ja. Kunnen wij dat als school? En ik denk op heel veel momenten zal dat zijn, ja, dat kunnen wij. En dan moeten we, dan moeten we misschien wat extra organiseren of dan moeten we misschien iets anders in mijn les, moet ik misschien iets anders indelen of wat dan ook. En op sommige momenten zul je misschien komen van, nou, misschien moeten we toch in gesprek gaan met het samenwerksverband over een andere mogelijkheid. Ja, dus eigenlijk zeg je van het belangrijk daarin is het gebruik maken van diversiteit in onderwijsteams, ja. Verschillende vaardigheden benutten. Ja, absoluut. Dus eigenlijk... Ja, zorgen voor een stukje erkende ongelijkheid binnen je team. Ja. Waardoor je gebruik maakt van elkaars competenties. Ja. En dan kun je zo'n model invullen en kijken, kunnen we daar als school ook gebruik van maken? En ook dat bieden aan de leerlingen. Ja, en vooral het gesprek vind ik heel belangrijk. Ja. Dat je het er met elkaar over hebt. Ja, mooi. Dankjewel Christy voor je verhaal en voor je antwoorden. Graag gedaan.